Vandaag dan de oefenpot tegen Preußen Münster. Ja, hoe kijk je daarop terug? Ja, ik bedoel, de uitslag is slecht. Maar ik heb een aantal dingen gezien waar we op voort kunnen beduren. Ik heb ook een aantal dingen gezien waar wij op getraind hebben en die zijn er niet helemaal uitgekomen. Nou, dan moet je daar meer aandacht aan geven. En dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Wij gaan direct de wedstrijd nog bekijken morgen. En dan gaan wij er uitgebreid op terugkomen. Ja, en het conditioneel en fysiek ook een goede prikkel is geweest, toch? Ja, en vooral die tweede helft waar je lange tijd met 10 man komt te spelen. Is dat fysiek erg belangrijk geweest en die jongens hebben het goed vol kunnen houden. Ja, tegen een goede ploeg ook de eerste helft 2 goede goals gemaakt. Ja, dat geeft ook een goed gevoel voor de jongens, toch? Ja, en we hadden nog eentje kunnen maken, denk ik, met Jis. Ja, wat ook een goede actie was, maar we hebben wat kansen gecreëerd. Maar ik vind dat we daar nog dominanter in moeten zijn. We moeten, vind ik, meer weten waar de kansen liggen. Ja, als ze met 5 man achterop willen. Dan liggen het overtal ligt dan vaak op het middenveld. Nou, dan moet je beter uit kunnen spelen. En ik vond dat we dat niet goed hebben gedaan. De voorbereiding duurt nog een tijdje, maar hoe ga je de komende weken nu in? Waar liggen dan de accenten op? Ja, je gaat steeds meer van ze eisen. Fysiek. Hè. We hebben nu 60 minuten gespeeld. Volgende wedstrijd zullen we ook 60 minuten doen. Maar we zullen steeds duidelijkere afspraken maken en die moet je nakomen. En wat ik al zeg, iedereen moet over 6 weken weten hoe we gaan spelen en wat er van hem verwacht wordt. Laatste vraag. Kijk je uiteindelijk positief terug op deze week? Ik kijk heel positief terug op deze week. Dit resultaat is teleurstellend, maar ik heb nog nooit punten gewonnen met een vriendschappelijke wedstrijd. En dat zeg ik ook als we gewonnen hebben. Maar we hebben een fantastische week gehad. 1 tegenvaller. Justin is wat geblesseerd. Maar ik hoop dat meevalt.